Vandaag gaan we merengues maken. De klassieke schuimschepsels. Je ziet ze in Parijs bij banketbakkers, bij patisserieën liggen. Daar zijn ze meestal heel groot. Wij gaan ze met een eetlepel scheppen. En dat willen we nu graag laten zien. Daar hebben we voor nodig 3 eiwitten. Dat is 100 gram. We hebben 150 gram fijne tafelsuiker. Kristalsuiker, fijne kristalsuiker. En om door te spatelen 100 gram poedersuiker. Net zoveel als het eiwit en dit 1,5 maal. Dus het recept is 1 op 2,5 suiker. 100 gram eiwit, 250 gram suiker. Samengevormd door de kristalsuiker en de poedersuiker. En er staat altijd een mespuntje zout. Dit is een 2-3 gram. We beginnen met het zout bij het eiwit te doen. Onze assistent Stella, mijn kleindochter, die gaat nu het eiwit opkloppen. Ze doet dat in de hoogste versnelling. Zet maar aan, helemaal naar beneden, Stella. Zo. Gewoon stilhouden in het eiwit. Als het eiwit straks volume heeft, als het lekker veel is, begin ik heel voorzichtig met suiker. Het is heel belangrijk bij het eiwit opkloppen dat je eerst zorgt dat het eiwit volume heeft en dan beginnen we pas met de suiker. Heel af en toe even langs de rand, zo. Ja, nu het eiwit dit volume heeft, gaan we de eerste lepel suiker erbij doen. Eiwit bestaat tenslotte voor 85% uit water. Dat schift, kijk, het glijdt langs de kant. Daarom wordt deze fijne suiker ook wel schiftsuiker genoemd. Nu het tweede lepeltje. Het eiwit wordt steviger door de kristallen erbij te doen. Maar het zijn hele fijne kristallen, dus ze lossen snel in het eiwit op. Zie je wat een mooi eiwit het wordt, Stella? En dit zijn maar 3 eiwitjes, moet je je voorstellen. Nu zet ik hem 1 standje lager om de laatste suiker erbij te doen. Op het eind mag het dan altijd iets sneller. Het gaat erom dat je in het begin voorzichtig bent. Zo. En nu staat hij op stand 2. En nu kloppen we heel rustig, net zo lang tot die kristalletjes opgelost zijn. Kijk, dan moeten we even proeven of de kristallen in zitten. Nog een half minuutje. Dit mag je aflikken. Nou, jouw werk is gedaan, Stella. Kijk, deze kristallen zijn opgelost. Je moet kijken hoe mooi dit volume is. Poedersuiker is fijn gemalen kristalsuiker. En dat is gezeefd. Heb ik van tevoren gezeefd. En nu ga ik dat met een klein spateltje doorspatelen. In België zeggen ze vouwen. Dat vind ik een veel mooier woord. Dat betekent dat je dat voorzichtig moet doen. Voorzichtig de suiker erdoor spatelen. 100 gram eiwit. 150 gram fijne suiker, 100 gram poedersuiker in 1 keer er doorheen spatelen en een half theelepeltje zout. Als je het goed gedaan hebt, dan kan je de schaal met de spatel omdraaien en dan valt het er niet uit. Ik heb hier een aluminium plaatje van 30 bij 40 centimeter en daar heb ik bakpapier op gelegd. Ik heb hier een soeplepel. En nu ga ik op de klassieke wijze merengue scheppen. Kijk, en zo met je vinger eraf en dan krijg je zo'n mooi kammetje op enige afstand van elkaar. En zo zie je ze dus ook bij de Parijse banketbakkers in de etalage staan. Maar dan veel groter, maar dit vind ik een leuker formaat. Dit is dus het basisrecept voor polonaises, schuimplakken. Wie een schuimtaart wil maken, gebruikt dit recept. Hij staat 110 graden. Met luchtcirculatie. Wij bakken ze 1/2 uur. Dat betekent dat ze van binnen na 1/2 uur, als we ze, dan kan ik ze net van het papier afhalen en doorbreken. Dan zal je zien dat ze van binnen heel zacht zijn. Wat doen ze in Frankrijk? Op het eind van de dag, zo'n bakker heeft de hele dag van allerlei dingen gebakken. Dus op het eind van de werkdag, dan schept hij zijn merengues, die schuift hij in de oven en die haalt hij er de volgende dag uit. Dat betekent, en die oven staat dan op 80, 90 graden, want zo'n hele grote oven blijft altijd die temperatuur houden.
De volgende dag gaan ze eruit. En je moet maar eens zo'n ding kopen als je in Parijs bent. Van die grote dingen, die zijn door en door droog. En zo bedoelen ze het ook. Dus daar kan je wat van afknabbelen. Maar die hebben dus de hele nacht erin gezeten. Maar wij willen het nou juist anders doen. Van binnen zacht houden, vandaar dat half uur. Op 110, dus iets warmer, 30 graden warmer als dat zij doen. En dan een half uur. Ze hebben er nu 30 minuten in gestaan op 110 graden. Ze hebben een lichte, hele lichte kleur. Dat is niet erg, want dan hebben ze ook een lichte karamelsmaak. Kijk, ze laten los van het papier, zie je? Dat is een bewijs dat ze eruit kunnen.